Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een Explore set van SES Creative. En dit is een set waarmee je edelstenen kunt opgraven. Ik vind dat echt een heel erg leuk idee en ik vind edelstenen ook altijd erg mooi. Hier zie je er een paar. Ik hoop dat er een paar mooie in deze set zitten. Hierachter zie je wat er allemaal bij zit. Er zit zo'n hamertje bij en een stokje dat als beitel dient en hopelijk ook edelstenen. En er zitten 6 half edelstenen in en je kunt ze alle 18 dan verzamelen. Oké, er zijn in totaal dus 18 edelstenen. Hier zitten er 6 in. En als het goed gaat, dan heb ik 6 verschillende. Het zou ook zijn dat ik een dubbele heb misschien. Maar als ik dan meerdere sets ga gebruiken en kopen, dan kan ik ze uiteindelijk dus alle 18 verzamelen. Ik ga dit eens eventjes openmaken. Oeh, en dit is een groot stenen blok. Een beetje een lichte steen. Daar staat dan nog op Explore. En er staat een C op. Misschien heb ik blok C en bestaat er ook nog A en B. Ik heb geen flauw idee. Dit is de beitel. Die is aan de voorkant een beetje raar gevormd. En dan heb ik het hamertje. En als ik hier dan gelijk mee tik, dan merk ik dat ik al het blok een beetje kapot maak. Kijk, komt al zo'n deukje in. Ja, spannend. Ik vind het een heel cool idee. Een leuke set. En het lijkt me ook leuk om die cadeau te geven aan iemand. En als je dan geluk hebt, dan is het eigenlijk net zoals bij een verrassingsei. Dan krijg je mooie edelstenen en dan hopelijk degene die verschillend zijn. Vandaag wilde ik het dus even laten zien. En in een andere video zien jullie hoe ik de stenen opgraaf. Ik vind het natuurlijk interessant om te weten of jullie ook edelstenen hebben en of jullie ze misschien verzamelen. Als jullie dat doen, dan kun je laten weten hoeveel je er hebt en wat je lievelingsedelsteen is. Dat kun je hieronder laten weten. En als je de video leuk vond en je vond deze set leuk, geef me dan een duimpje omhoog voor de video. Bekijk ook onze andere video's. We hebben de laatste tijd al het een en ander opgegraven. We zijn echt ontdekkers geworden. Dus bekijk die video's. En dat was het dan. Tot de volgende keer.